Goedemiddag, daar zijn we weer. CryptoWes met de May the Blockchain Be With You Challenge. We zitten inmiddels op de 14e van mei, dus ook bij de 14e assignment. Dag 14 heeft als assignment Find a good quote about cryptocurrency and share it on your Facebook timeline. Nou ja, wat ik even heb gedaan is even googlen van wat is eigenlijk een cryptocurrency. Want een goede quote daarover vinden, ja, maar waar hebben we het eigenlijk over dan? Viel mij op dat ik heb even gekeken naar, dit is dan de Engelstalige en dit is de Nederlandse, dat daar wel wat verschil in zit. Als je zoekt op cryptocurrency kom je uit bij cryptogeld en daar staat dan cryptogeld is waarde in de vorm van een bedrag in een cryptovaluta. Of met een Engels woord cryptocurrency, dit laatste is een soort digitale munteenheid. Die wordt vaak wordt gebruikt als alternatief geldsysteem voor de reguliere geldsoorten. De werelds bekendste cryptovaluta is de bitcoin. In hoeverre cryptogeld werkelijk geld is, is omstreden. In Nederland heeft bijvoorbeeld de bitcoin de juridische status van ruilmiddel, maar niet die van geld. Nou, dan komt er nog een waarschuwing van de autoriteit financiële markten en iets over de market cap. Wat ik bij de Engelse variant juist heel goed vind, is dat het legt toe dat het een medium of exchange is. Dat het in een soort van database is, een cryptocurrency, dat transacties in een database worden vastgelegd. En wat ik heel belangrijk vind persoonlijk is dat het decentraal is. Dus niet zoals banken. Waar banken nu ook aan werken is de central bank digital currency. Maar dat zijn dus geen cryptocurrencies. En dat zit hem dan niet zozeer in crypto, maar in dat centrale banken. Daar heb je één centrale partij die het uitgeeft en het daarover voor het zeggen heeft. Kenmerkend voor crypto is nou juist dat het decentraal is. Dat er heel veel nodes zijn, dat mensen die zelf kunnen draaien. Bedrijven kunnen die draaien, maar mensen zelf ook. En daarmee is het ook geld van het volk. Is wezenlijk anders in het opzicht. Dus dat bijzonder dat dat niet bij cryptogeld benoemd wordt. Ik zal eens even kijken. Wikipedia kan je aanpassen, begrijp ik. Dus daar gaan we eens even een onderzoekje naar doen. Opdracht is doe eens een quote. Dus ik heb gewoon eens even gegoogeld. Op de 17 most thoughtful cryptocurrency quotes to ponder on. Dan vind ik er een aantal. Ik vind 11 en 13 wel leuk om te delen met jullie. 11 is blockchain is the tech. Bitcoin is merely the first mainstream manifestation of its potential. Blockchain is de technologie die achter Bitcoin zit. Het is een technologie die voor een select aantal problemen een oplossing zal gaan zijn, denk ik. In 2017 was er een enorme hype over blockchain, dat is de oplossing voor alles. Als je ook maar riep dat er een blockchain in zat, dan werd het project gestart en gingen ze het onderzoeken. Nou, allemaal onzin, maar er zijn zeker wel toepassingen te bedenken. En Bitcoin is veruit de bekendste toepassing daarvan. Vandaar ook even deze nog. Bitcoin will do to banks what email did to the postal industry. Vroeger verstuurde je een aanzichtkaart of een brief, dat deed er een tijd over en de postal industrie die draaide daarop. Inmiddels sturen we allemaal heel veel mails, is er veel meer communicatie, gaat het veel sneller, kost ook veel minder in verhouding. Hè? Een mailtje sturen, heeft überhaupt iemand een idee wat dat kost als je dat zou terugrekenen? Misschien wel gratis. Nou, Bitcoin en daarmee geld of waarde versturen is ook heel goedkoop en kan over de hele wereld. Dus dat geeft een enorme vrijheid, ook voor mensen die veel minder bijvoorbeeld toegang hebben tot banken en op die manier geld willen overmaken. Dus dat vind ik ook een mooie quote om te delen met jullie. Dat was de opdracht voor vandaag, dus hier laat ik het even bij. Ik zie jullie graag morgen weer bij de volgende opdracht van de challenge. Ik zie dat ik zelf netjes in de weg stond voor deze quote, dus ik laat hem nog even zien. Bitcoin will do what bank... to banks what email did to the postal industry. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei.